En ondertussen heeft Bas Haring, als het goed is, de hele tijd meegeluisterd. Bas, wat heb jij gehoord vandaag? Ik hoor het graag. We zijn heel benieuwd naar jouw bevindingen. Ja, ik kijk ondertussen wel in mijn schrift af en toe. Want ik heb allemaal aantekeningen. En ik moet eventjes schakelen. Soms van die bespiegeling duurt misschien wat te lang. En die is eigenlijk toch niet zo interessant. Want ondertussen draait het in mijn hoofd verder. Wat ik heel leuk vond, is dat er optimisme is. Ik denk ook wel dat er redenen zijn voor optimisme. Maar ik merk ook heel veel pessimisme in de samenleving. En ik hoorde net zeggen, ik heb zin in de toekomst. En ik vind dat fijn. Ik vind het fijn dat mensen die verstand van zaken hebben, ook zin hebben in de toekomst. Ik word daar vrolijk van. En ik vind ook dat het terecht is. Maar het is niet wat ik altijd hoor. En ik hoorde zelfs water is sexy. Dus ik heb water is sexy. Zit je in die tak van sport, dan vind je het ook nog sexy. En je hebt ook zin in de toekomst. Ik vind dat bemoedigend. Maar ik ben een filosoof. En filosofen hebben heel vaak de neiging, of ik heb de neiging als filosoof om heel vaak ja maar te zeggen. Ja maar ho, denk hier nog eens een keertje over na. En dat zijn toch wel de reflecties die ik met jullie vooral wil delen. Sorry daarvoor. Maar eerst nog wat leuke kleine gebbetjes, dingetjes die me opgevallen zijn. Wat ik heel leuk vond, is dat een vraag voorbij kwam. Ja, van wie zijn die dingen in het afvalwater? Van wie is het eigenlijk? Een hele grappige vraag. Maar daaraan voorafgaand heb je eigenlijk de vraag, van wie is het afvalwater überhaupt? Van wie is dat? En dat is in Nederland niet een vraag die volgens mij waar een antwoord op is. Maar ik weet, of ik meen te weten, dat in Duitsland het van degene is op wiens grond het water valt. In ieder geval is dat met hemelwater zo. En dat is, dat is interessant, want dat maakt ook meteen de eigenaar van dat water, ook de probleemeigenaar. Als je het hebt, is het ook jouw probleem. Dat zien wij in Nederland niet zo. Of ik zie dat niet zo. Ik vind dat als ik het toilet doorspoel, is het niet meer van mij en moet een organisatie het maar oplossen. Terwijl je het ook anders zou kunnen zien. Je zou kunnen denken, op het moment dat jij het toilet doorspoelt, is het jouw water waar je anderen mee opzadelt en los het zelf maar op. En dat is een hele andere mindset. En ik vond het grappig dat die in ieder geval vandaag gesuggereerd werd, min of meer. Ik kwam op dat idee door de dingen die gezegd werden. En ik vond het wel een leuke, vruchtbare gedachte. Dit is een kleine bespiegeling. Hè. Ik heb straks wat ernstiger ja-maar bespiegelingen. Maar eerst eventjes de wat leuke, grappige dingen die ik tegen ben gekomen. En wat ik ook een hele interessante opmerking vond, is dat afvalwater is rijk water. Zo zou je het kunnen zien. Ja, verdomd zeg. Ja, je kan het zien als heel rijk in plaats van arm water. En toen begon ik me langzaam te realiseren dat zout water, dat is geen rijk water. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Maar zout is echt rotspul volgens mij. Volgens mij is zout echt rot. Dat wil je echt niet in het water hebben. Al die andere stoffen, daar wil je nog wel. Hè, dat accepteer je nog wel. Sterker nog, dat kan je misschien eruit winnen. En daar kun je energie van maken. Of dat kun je als kunstmest gebruiken. Of daar kun je allemaal zinvolle dingen mee doen volgens mij. Maar met zout, dat is echt rotspul. Volgens mij, correct me if I'm wrong. Misschien kan iemand mij straks aanspreken als ik me vergis. Maar ik krijg de indruk als ik zo luister vandaag, dat zout echt rotspul is. Dat wil je niet in het water hebben. Had ik me nooit zo gerealiseerd. Oké. Nu wat ernstiger bespiegelingen. De eerste bespiegeling gaat over het probleem wat ons overkomt. Het van het stijgende water en er komt meer van. Dat moeten we oplossen. Dat is een hele typische manier van denken. En het is helemaal niet per se noodzakelijk om ieder probleem altijd op te lossen. Een probleem heeft altijd twee componenten. Namelijk datgene wat direct het probleem veroorzaakt. Dat is in dit geval het hoge water. En datgene wat je in je hoofd van maakt. En dat tweede, daar kun je ook vaak wat aan doen in plaats van het eerste. En onze reflex is altijd om het eerste op te lossen. Als we te maken hebben met hoog water, dan moeten we op de een of andere manier berging gaan vinden of wat voor oplossing dan ook. Maar het is niet het enige. De filosofenoplossing is, leer dat probleem een beetje te accepteren. Zo erg is het niet als af en toe je huis een stukje onder water staat. Dat is misschien niet altijd leuk. Maar af en toe een stukje onder water, daar kun je aan wennen. Zeker wanneer je daarop voorbereidt, wanneer je huizen bouwt die dat aankunnen. Dus wennen aan een probleem is ook een onderdeel van een bepaald soort oplossing. En dat zeg ik dan als filosoof aan de wat meer technisch ingestelde mensen. Omdat technisch ingestelde mensen daar toch vaak niet aan denken. Maar ik denk wel dat het iets waar we rekening over, wat ook de ruimte moet krijgen. Een andere bespiegeling heeft te maken met, dat zijn twee bespiegelingen in één. Dat is dat wanneer we over de toekomst denken, dan denken we heel gemakkelijk in trends. Dingen die steeds, het water wordt steeds hoger. En dat is
soms terecht. Ik geloof dat het wetenschappelijk gezien echt wel terecht is dat het water steeds hoger komt en dat het klimaat werkelijk verandert. Maar er is ook sprake soms van golven. Golven is natuurlijk een heel mooi woord in de context van waterschappen. En dan denk je te maken met een trend, maar dan keert het weer terug en dan gaat het de andere kant erop. En het is heel riskant om in een golfbeweging te denken dat je te maken hebt met een trend. Dat is dan een vergissing. En nogmaals, als het gaat om om verandering, als het gaat om klimaat en water zelf, dan geloof ik echt wel dat het te maken heeft met een trend en niet met een golf. Maar misschien hebben we met andere onderwerpen die vandaag voorbij gekomen zijn wel te maken met een trend, of met een golf in plaats van een trend. En dan bedoel ik de hoop die we hebben in de natuur. Als het begrip natuur voorbij komt aan tafels en in gesprekken en in pitches, dan is natuur mooi. Dan is het natuur is het goede. En misschien is de natuur wel iets wat ons kan helpen oplossingen aan te dragen. Vanuit de optiek dat de natuur mooi is, vind je ook plastic niet mooi. Plastic is namelijk niet natuur. En dus moet het uit de natuur. Plastic is rotspul. En dit is misschien iets tijdelijks. De emotie die we hebben jegens de natuur is nu een hele positieve. En datgene wat niet natuurlijk is, dat wijzen op de een of andere manier af. Maar het is geen wetenschappelijke wet van mede en persen. Het is geen wetenschappelijke uitspraak wanneer je zegt plastic is rotspul. Het is een waardeuitspraak. En dat is iets wat misschien wel veranderlijk is. De hoop die wij nu hebben in de natuur en de positieve associatie die we hebben met de natuur, dat is misschien iets wat in de loop van de tijd verandert. En dan denken we over 20 jaar van gods, dat was de tijd dat we plastic lelijk vonden. En dat was de tijd dat we hoopten dat de natuur voor ons waterproblemen op zou lossen. En dat is nu anders. Dan ga ik niet zeggen dat het per se zo is. Ik wil alleen maar ruimte scheppen voor die optie. De laatste reflectie die ik met jullie wil delen, die ga ik korter houden dan dat ik had voorbereid, gaat over het werk van Stoa aan zich. En gaat over de trefwoorden innoveren en verbinden. Het is heel logisch om als je wilt innoveren, om elkaar dan op te zoeken en kennis te delen. Dat is hartstikke logisch. Maar dat is niet het enige. Soms wil je innoveren en wil je kennis maken en vergaren, moet je je terugtrekken in je eentje. En moet je een wandelingetje maken, of moet je even iets in je eigen hoofd de tijd geven. Dat zeg ik niet als filosoof, hè, want filosofen houden er misschien van om in een stoel te zitten en voor zich uit te staren en na te denken. Dat is ook, als het gaat om hardere wetenschap, een hele zinvolle strategie om tot nieuwe ideeën te komen. Dus niet steeds elkaar opzoeken en dingen delen, maar af en toe tijd terugnemen, je in jezelf keren en even jezelf de tijd geven om ergens over na te denken. En daarna, als je nagedacht hebt, dan zoek je elkaar weer op. Dat is nog een tip die ik Stoa mee wil geven. Dus als je goede kennis wil maken, dan is het goed om elkaar op te zoeken en zoveel mogelijk contact te hebben, zoals een dag als deze. Maar het is ook goed om af en toe lekker alleen te zijn. Veel succes. Dankjewel Bas. Ik vond het interessant wat jij zei over die filosofenoplossing van leer het probleem ook te accepteren. Dat is een van die dingen die je steeds vaker ook hoort. Niet alleen maar over klimaatverandering, van we moeten daar iets mee. Maar ook juist dat klimaatadaptatie, van hoe gaan we daarmee om? Dat vind ik heel erg mooi. Het is fijn dat jij dat ook even vanuit jouw positie hebt gezegd. Dankjewel daarvoor.